zoals het was, vroeger was. Zoals het was, vroeger was. Zoals het was, vroeger was. Zal het nooit meer zijn. Ik droom soms van de oude tijd. Zoals het was, vroeger was. Vol rust en vol gezelligheid. Zoals het was, vroeger was. De tijd van schilders kan en zijn. Maar helaas, die is al lang voorbij. Zoals het vroeger was, zo kan het niet blijven. Zoals het vroeger was, zal het nooit meer zijn. Wil je van harte verwelkomen bij deze feestelijke gebeurtenis. Het is altijd leuk om een cadeau te ontvangen. En het is nog leuker wanneer je dat cadeau kunt uitpakken in gezelschap van veel andere mensen. Fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen. En ik wil nu al iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat we vanmiddag deze feestelijke gebeurtenis, dat die hier kan plaatsvinden. En laat ik namen noemen met het gevaar dat ik iemand vergeet. Ik wil in de eerste plaats verwelkomen en alvast bedanken de Rabobank Amersfoort. En deze vertegenwoordigd door de heer Jespers namens de ledenraad van de Rabobank Amersfoort. Van harte welkom. Dan de verschillende partners bij dit project. Ik noem graag het regionaal archief Tilburg, het Brabant Museum Oud-Oosterhout voor het aanleveren van foto's over het onderwijs en ook de expositie beneden. We zijn daar bijzonder blij mee. En uiteraard ook onze vaste samenwerkingspartner, de Heemkundekring Oosterhout. De vertegenwoordigers zie, ik bewaar altijd goede herinneringen als ik de mensen van de Heemkundekring zie. En zij weten ook wat er meestal na exposities gebeurt. Vertellen we u dadelijk wel onder het drankje. En de schilderclub, de dames van D14, ook van harte welkom. Zij hebben ervoor gezorgd, dames en heren, dat er in het trappenhuis en op andere plekken in dit gebouw schilderijen hangen over en van Oosterhout. Op een bijzondere, leuke manier weergegeven. En uiteraard wil ik ook de provinciale serviceorganisatie Cubus bedanken. Die hebben er mede voor gezorgd dat deze digitale erfgoedtafel in de bibliotheek is gekomen. En wethouder Jan Peters namens de gemeente Oosterhout. Blij dat je er bent. We hebben al jarenlang, dames en heren, een stevige, goede relatie, een warme relatie met de gemeente Oosterhout. En we voeren wel eens een stevige discussie, maar altijd met de intentie om er samen uit te komen. Wij zijn daar heel, heel blij mee. En in een goede relatie hoort het ook dat je elkaar scherp houdt. Dank daarvoor. Hans Hoofd zegt altijd, hier aanwezig, onze manager product en innovatie. De gemeente Oosterhout is onze groot aandeelhouder. Ik had het wel een mooie uitdrukking. Erfgoedtafel staat nu hier in de bibliotheek, in de huiskamer van Oosterhout. En ik kan u verzekeren dat daar door de partijen die ik genoemd heb al hard gewerkt is om ook inhoud te geven aan die tafel. Want alleen met die tafel hier neer te zetten, ja, daar kom je niet verder mee natuurlijk. De tafel die nodigt uit om ervaringen uit te wisselen. Hier in de huiskamer van Oosterhout. Toen ik vroeger bij mijn moeder op bezoek ging en we de ijzeren blikken met foto's tevoorschijn haalden, er kwamen de mooiste verhalen op tafel. De verhalen uit haar jeugd. Ik zie de foto's zo nog voor me. De verhalen toen ze vlas aan het bewerken waren als grondstof voor het linnen. Die foto's die gaven meteen een goed beeld van hoe de mensen in die tijd leefden. En hoe ze met elkaar omgingen. Door meer inwoners kennis te laten maken met de geschiedenis van Oosterhout, kunnen we ervoor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen. Kunnen we zorgen dat eenzame mensen met elkaar ook contact krijgen. Dat er ervaringen worden uitgewisseld. Kortom, met een modern woord zeggen we, we gaan ervoor zorgen dat mensen weer participeren of nog meer participeren in de moderne samenleving. En
daar weet Jan Peters wellicht iets meer over. Ik kan het wachten. Ja, dankjewel Theo. Ja, u zou minstens denken dat Peters en Peters op gespannen voet leven met elkaar na deze introductie van Theo. Maar ik kan u verzekeren, zonder wrijving geen glans. En onze relatie is een zeer glanzende. Dat wordt ook weer geïllustreerd door wat ons vanmiddag hier samenbrengt. Op de uitnodiging zag ik dat het ging om een heritage browser. En toen dacht ik, dat zal toch wel anders heten. Maar gelukkig is het al een erfgoed tafel. Maar misschien dat, want browsen dat is grazen, bladeren. Dat een erfgrazer, dat dat ook eigenlijk wel een aardige naam zou zijn voor dit apparaat. Omdat je graast in je erfgoed. En dat is toch wel heel bijzonder, vind ik. En dat is ook belangrijk. Want ik zie de lachende Martin van de Heemkundekring hier staan. Als je geschiedenis niet kent, dan begrijp je ook je heden niet. Dus het is heel erg belangrijk dat wij ons verleden koesteren. En daar ook lering uit trekken voor hoe we verder gaan. En daarmee wordt bedoeld dat alle science fiction verhalen uit het verleden nog eens worden getoetst op wat is daar nou van terecht gekomen en wat is nou het geheim geweest van mensen die voorzagen hoe het er allemaal uit gaat zien en hoe kunnen we daarvan leren om nog preciezer ons een beeld te vormen van wat de toekomst brengen gaat. Dus weer een boodschap om vanuit de geschiedenis naar de toekomst te kijken. En ik heb me in dat verband afgevraagd van hoe zou het nu zijn als kinderen die straks heel vanzelfsprekend met deze tafel gaan werken, als die 50 jaar verder zijn. Wat zouden ze dan willen dat hun kleinkinderen voor herinneringen en beelden hebben van 50 jaar geleden? Ik denk dat ze tegen hun kleinkinderen verteld zouden hebben dat de tafel die ze toen in gebruik namen in 2015, ja, dat was geweldig. Dat was een computer met een glazen plaat met infrarood contactpunten erin en een heel bijzonder meubel. Maar over 50 jaar wordt daar misschien smalend om gelachen. En als dan ook wordt verteld dat kinderen dat vet en relaxed en cool vonden, dat ze dan ook zeggen van wat praten jullie toen raar zeg. Dat zouden wij nu zo nooit noemen. Want wat ik me ook realiseerde, dat is dat wij nu natuurlijk in een tijd leven waar heel veel beelden en verhalen beschikbaar zijn. Wel zoveel dat het heel anders zal gaan dan in de afgelopen jaren waar onze Cor Huiven heel gericht alles van waarde in Oosterhout op de gevoelige plaat heeft vastgelegd, zodat dat in deze tafel gemakkelijk opgespoord kan worden. En hoe zorgen we nu dat met zo'nzelfde regie, meneer Huiven, in de toekomst wij vast gaan leggen wat we over 50 jaar graag beschikbaar willen hebben? Het zou mooi zijn als deze tafel een aanleiding zou kunnen vormen om daar eens bij stil te staan en ons af te vragen van wat is er nu nodig aan regie, aan organisatie, om te zorgen dat over 50 jaar we met eenzelfde rijkdom, maar dan in 2065, over Oosterhout kunnen praten en beelden kunnen uitwisselen als dat wij nu kunnen dankzij het werk van onder andere mensen als meneer Huiven. Nou, misschien dat we de schoolkinderen daarin een rol kunnen geven door ze eens te vragen van schrijf het verhaal eens over 2065 waarbij je als opa of oma terugblikt op wat er allemaal in Oosterhout gebeurd is en wat daarvan bewaard is gebleven en hoe we dat hebben gedaan. Nou, als dit geschenk van de Rabobank, waar we met z'n allen heel veel plezier aan gaan beleven, een opmaat kan zijn om nog gerichter onze toekomstige geschiedenis te gaan koesteren. Zodat we daar straks met veel trots en plezier naar kunnen kijken. Dan vind ik dat de rijkwijde van deze tafel veel verder gaat dan dat we nu alleen maar kunnen terugkijken op wat ons de afgelopen jaren gebracht heeft. Ik feliciteer Theo met dit prachtige geschenk. Jullie hebben er intussen al een paar maanden op warm gedraaid, dus jullie weten wat er allemaal mogelijk is. En ja, het is prachtig dat de Rabobank daar een belangrijke rol in
vervuld. Maar daar gaat ongetwijfeld al meer over verteld worden, denk ik zo. Ja, dankjewel. Ja, namens de Rabobank. Ik ben lid van de ledenraad van de Rabobank. En vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij het stroombestellingsfonds. En wij mogen de aanvragen die jaarlijks ons bereiken, die mogen wij dan toetsen. En dan wordt er wel getoetst op vernieuwing, verrijking en iets waar de hele gemeenschap hun profijt en hun plezier van kan en mag hebben. En toen wij de aanvraag onder ogen kregen door Theo en zijn mensen opgesteld, was het voor ons heel duidelijk, dit verdient zonder meer een bijdrage. Dat is ook de reden dat wij als toetsingscommissie in ieder geval hebben gezegd van naar onze directie toe van wij ondersteunen dit en de directie heeft dit unaniem overgenomen. Zodat uiteindelijk een bedrag van 5000 euro wordt bijgeschreven op jullie bankrekening. Waar jullie mee een deel van de kosten kunnen gaan betalen. En daarvoor hebben we ook een check laten maken. En we willen graag overhandigen aan ja, heel goed. Van harte proficiat. Hij is voor jullie. 5000 euro. En wij zijn er trots op en hopelijk jullie ook. Wij zijn er heel trots op. Okay. We hebben net kennis gemaakt met elkaar. Ja. Wij krijgen de spannende en mooie taak om deze tafel te onthullen. Dus, gaan we het doen? Gaan we het doen. Tadaa! Ja, hoop ik. Dat is hier flexibel. Nee, we moeten wel heel voorzichtig zijn. De strik is eraf. Kunnen wij deze ook nog heel mooi doen? Ja, 1, 2. Yeah. Tadaa! Assistentie. Graag gedaan. En dan aan mij de eer om jullie even lekker te maken voor deze tafel. Want het klinkt ook heel mooi, tafel. We gaan hem niet gebruiken overigens om de kopjes op te zetten of de glaasjes. Het is wel zo dat we deze kunnen kantelen. En dan kun je aan weerskanten met elkaar gebruik maken van, dan is het letterlijk een tafel. In dit geval hebben we hem omhoog gezet, dus we gebruiken hem ook meestal, omdat de meeste klanten dan ook heel fijn erbij kunnen gaan staan en dan kunnen we dingen laten zien. Ik zie dat er al iets open is gezet en dan kan ik u meteen hieronder laten zien wat je daarmee kunt. Als je heel veel foto's hebt kun je sorteren, je kunt stapeltjes maken en ook weer leeg maken. Dan zegt hij, weet je het zeker? Weet je zeker dat je... Ja, ik weet het zeker, want ik wil nog iets laten zien. Hier zit dezelfde bediening als aan de onderzijde van de... Hè? Als je hem als tafel gebruikt, kun je aan weerszijde gaan staan en dan gebruik van ons. Ja, de echte Dutch. Ja. De echte touch. Ja. Specifieke touch. Wat hierin zit en waar we nu ongelooflijk blij mee zijn, is het bovenste stukje ook. Daarin staat collectie. Daar gaat dadelijk Maya Vick nog even iets over vertellen. Maar in collectie kunnen wij zelf thema's toevoegen. En dat is wat we ook voor vandaag gedaan hebben. We hebben als thema onderwijs hierboven. Daar ziet u ook in presentaties van. U ziet het op het dvd-scherm. En hierin zit ook een nieuwe toevoeging, een nieuwe collectie over onderwijs. En dat maakt het ook zo speciaal dat we het kunnen toevoegen aan de onderwerpen waar we met z'n allen mee bezig zijn. Daar vertel ik dan nog even niks over. Verder kun je zoeken op trefwoord, straat, plattegrond, op de tijdlijn. Of recente items. Recente items dan zijn recent toegevoegde foto's. Het zijn overigens niet 88.000 foto's die hierop staan, maar het is een link naar het regionaal archief. En die stuurt de foto dan door. Dus het is niet zo dat we hier ergens een buffertje in hebben zitten waar die 88.000 foto's op staan, maar we hebben een link naar het regionaal archief. Overigens bij de collecties die wij zelf kunnen toevoegen, daar staan de foto's wel dichterbij, om het zo maar te zeggen. Kijk, als ik niks doe, dan doet hij ook niks. Trefwoord. Je klikt erop. Nou, bijvoorbeeld, ik wil iets over molens of over de kloosters of, nou, noemt u maar wat. Ik typ de M in. Ik zie hier al iets van molen. Je kunt het afmaken als je wil, maar ik kies maar even molen. Het haalt alle foto's op die erin zitten. Hier kunt u nog zien. Er zijn 336 foto's. Eigenlijk links dan, hè.
waar een molen op staat, een molenaar op staat of waar een verbinding met een molen is. En de eerste 10 worden hierin getoond. Dus echt een touchscreen, een makker aanzetten, ook. En u kunt de foto's pakken en u kunt ze lekker opblazen. Er zit een hele goede kwaliteit foto's in. Wilt u ze echt nog specialer, nog beter van pixels of hoe dat ook mag heten, dan kunt u ze bij het regionaal archief altijd opvragen, maar ze zijn hier buitengewoon goed. Dus dat is echt leuk om mee te werken. Bij de foto staat van welk jaartal het is. Als je meer wil weten, klik je linksboven. Dan zegt hij wat, waar en wanneer. Dan krijg je een beschrijving, zover die er is. Soms is het alleen een trefwoord, soms alleen een naam van een persoon. Je kunt terug naar de foto. En wat ook leuk is, uit deze buurt. Eens kijken of die iets geeft. Ja, in dit geval geeft hij ook nog andere foto's die in de buurt van deze foto zijn genomen. Die kun je ook weer opvragen. Wat nog een extra mooie toevoeging is, en dan pak ik even een pasje uit mijn achterzak. Als je nou hier in de buurt woont, of in het gebied, hè, dus het loopt van hier tot en met Tilburg eigenlijk, en je wil weten of er van je eigen straat een foto is, neem je pas van de bibliotheek en die stop je hierin. En dan krijg je te zien, deze foto hoort daarbij. Ik maak even stapeltjes. Als ik dan zeg dat ik die foto zou willen, kun je de foto naar je pas slepen. Die foto komt op je pas te staan en die wordt naar je mailadres gestuurd die op die pas staat. Dus als je nou geïnteresseerd bent in die foto's die bij jouw straat horen of die erin staan en je hebt een bibliotheekpasje, zorg dan dat dat mailadres toegevoegd is. Je krijgt dan thuis een mailtje en daar zit de link in van de foto. Is er anders als anders? Ik ga even weg doen. Mooi toch? Dat is al het spannende van techniek. Pasjes goed. Het is een internetverbinding, die heb je ook nodig. Ik probeer even een andere. Want wat ik u eigenlijk wilde laten zien, is dat de foto er daadwerkelijk erop komt te staan. Even kijken waarom hij het niet doet in dit geval. Ja, hier wel. Dit is van de Bouwlingstraat. Daar zijn veel meer foto's van te vinden. Die foto's die staan erop. Die foto's kun je dus, e-mail, foto staat hier. Kun je dus een foto naar jezelf mailen. Dan krijg je een linkje en dan kun je hem openen. Wat ook kan, als je geen pasje hebt van de bibliotheek. Dat wordt vaak. Dan moet het automatisch 100 euro afgeschreven. Hier staan. Dat is misschien een goed idee. Voor die idee dus. Van de grote aandeelhouder. Gaan we naar meer informatie bij de foto. En dan kijk je bij deel en bewaar. Heb je dus geen bibliotheekpasje, wat je natuurlijk wel moet hebben, kun je ook aan die foto komen. Met je smartphone kun je de QR-code van deze foto fotograferen. Je moet wel natuurlijk een scanlight of zo op je mobiel hebben staan, maar dan kan je ook over die foto beschikken. Heb je dat niet en heb je pen en papier bij, kan dat natuurlijk ook nog. Dan schrijf je dit internetadres over. Dan kan je ook nog aan de foto komen. Of sleep de foto naar je pas om hem thuis gemaild te krijgen. Heel veel mogelijkheden om aan die mooie foto's te komen en om aan heel veel informatie te komen. En het leuke is, als je hier dan staat en je bent met elkaar aan het kijken. Ik stond er laatst ook met iemand en die vond een foto van zijn vader uit Geelze. Een foto die hij zelf niet had. En die vader was dus burgemeester in Geelze geweest. Die man was ongelooflijk blij dat hij aan die foto kon komen. En dan heb je met elkaar een heel mooi verhaal, een mooi gesprek over deze foto's. Over geschiedenis en je kunt het verhaal met elkaar ook delen. Heel gemakkelijk dus. Manier waarop je kunt zoeken. Je kunt ook op een straat zoeken. Typ je de straatnaam in, zoals ik net ook molen heb gezocht. Maar ook op platte grond, dat kan ook. Als je zegt van nou, ik wil iets weten. Nou, eens even kijken, waar gaan we naartoe? Wat zullen we eens kiezen? Hier, Hogeham. En wat voor foto's komen daar dan uit?
Ik laat hem eventjes staken, dan is het weer wat duidelijk. Deze komt daar in ieder geval uit. Dat is ook een mogelijkheid om te zoeken. Dan ga je naar de plattegrond. De plattegrond kun je ook weer weghalen met het kruisje. De tijdlijn is ook leuk om eventjes te zien. Hier in de tijdlijn staan vanaf 1901, als ik mij niet vergis, kun je foto's opzoeken. Nou, als je denkt van, ik wil deze van 1918, ik pak die foto, die wordt erbij gehaald. En dan kun je ook weer zien wat er dan interessant was. Welke familie dit misschien is. In 1922 overigens, niet helemaal passend. Dan heb je ook nog recente items. Als je die aanklikt, dan worden gewoon willekeurig een aantal foto's getoond. Die pas zijn toegevoegd aan het regionaal archief, dus aan het fotoarchief van het regionaal archief in Tilburg. En dan geef ik nu even het woord aan Marja Fink. Ja, dan maak ik hem even leeg. Oh, zonder borst hoor. Heb ik ook die van die vingers? Oh ja, leeg, zeker. Leeg, zeker, dat was het. Dan gaan we zoeken. Dan gaan we naar de collectie. En dan gaan we naar onderwijs in Oosterhout. De vraag aan ons was, aan Brabants Museum Oud-Oosterhout, of wij vulling hadden voor het thema onderwijs. En dat hadden wij wel. Wij hebben binnen het museum brengen wij het leven, wonen en werken van de mens in een Brabants stadje in beeld tussen circa 1900 en 1950. En onderwijs is het begin van het leven en het werken. Dus onderwijs is ook in het museum een belangrijk thema. We hebben een schooltje ingericht, we hebben leermiddelen, hulpmiddelen. Maar we hadden ook een mooi archief met foto's. En Rinus Kuipers heeft ontzettend zijn best gedaan om nog op tijd voor de opening een aantal foto's, klassenfoto's, compleet te maken. De namen van de foto's. Want we hadden wel foto's, maar we hadden daar niet compleet de namen bij van wie staat er nou op die foto. Wij werken trouwens overigens ook altijd heel goed samen met Heemkundekring Oosterhout. Als wij iets willen weten, vragen we aan hun, weten jullie dat en andersom. Dus bedankt ook altijd voor de samenwerking daarin. Maar dit keer heeft Rinus heeft een modern hulpmiddel gebruikt. Die heeft een aantal klassenfoto's op Facebook gezet en gevraagd wie weet wie hierop staat. En nou, daar kwamen heel veel reacties op. Er staan nu een aantal foto's op. Totaal staan er 28 op, verdeeld in 3 tijdvakken. Ongeveer tussen 1900 en 1960. Ons idee is, maar het museum heeft de periode 1900-1950, maar ons idee is dat het voor de jeugd heel belangrijk is om er ook foto's van nu op te zetten. Klassenfoto's van nu. En daarom heeft Rinus ook al een voorzetje gegeven. Er staan wat klassenfoto's op van rond 1970, zelfs 1980 ook. Hè? Dat je de jeugd ook een beetje stimuleert van, ja, het zijn niet alleen maar grijze koppen die terug te vinden zijn. Wat zie je als je naar de foto's gaat? Nou, dan zie je heel veel schoolklassen. En als ik een schoolklas aanklik, dan zie je grote klassen. Je ziet klassen met vaak 40 leerlingen. Tegenwoordig gaan de klassen ook weer wat groter worden. Rond de 30, maar vroeger waren het altijd klassen van rond de 40. Dat is trouwens niet altijd vanzelfsprekend geweest, dat er 40 kinderen in de klas zaten. Want tot 1900 was het helemaal niet vanzelfsprekend dat je naar school ging. In de 20ste eeuw werkten zo'n 450.000 kinderen in Nederland hele dagen in fabrieken of op het land. Nou, het kinderwetje van Van Houten maakte daar een eind aan en de leerplichtwet stuurde de kinderen naar school. In Oosterhout zijn de zusters Franciscanesse uit Dongen heel belangrijk geweest voor het onderwijs en de broeders van Huiberg. Dat zie je terug als je op de foto's kijkt, want bijna bij al die foto's staan broeders. Nee. Dit is de klas van broeder Virgilius. Als je uit Oosterhout komt en je gaat door die foto's kijken, dan zie je nonnen, zuster Gidegonda, zuster Marie-Joanni, broeder Virgilius, broeder Mansuetus. Allerlei jeugdherinneringen komen bij je terug. Vervelend of vrolijk, dat is dat laat ik in het midden. Je ziet ook, hier zie je
ik laat deze foto even staan, want die laat mooi zien dat het gescheiden onderwijs was. Je ziet jongensklassen en meisjesklassen apart. Op de bewaarschool, vreemd woord hè, bewaarschool, maar op de bewaarschool zaten de jongens en de meisjes nog door elkaar. Maar vanaf de eerste klas werd dat blijkbaar gevaarlijk in het katholieke onderwijs en moesten we gescheiden zitten. Wat zie je ook? En dan ga ik even kijken of ik moet ik even naar, laat volgende objecten zien. Even een meisjesklasje opzoeken. Dit zijn ook jongens. Dit zijn ook jongens. Dit zijn jongens. Ja, er staan wel meisjes in. Ja, ik heb ze laten zien. Zijn dit meisjes? Ja. Ja. Dat is gemengd, zie je? Dat is een bewaarschool. Want hier trouwens even vertellen, we hebben niet van op, bij alle foto's de namen. Bij deze foto zie je de namen ernaast staan. Bij deze foto lukte het niet vanwege het lettertype, dan zou het allemaal te klein worden. Daarom heeft Rinus hier mooi nummers ingezet. En als je nu wil weten wie er op die foto staat, dan ligt er een map bij. En dan kun je zoeken in de map en dan vind je daar alle namen terug. Nou. In de map mag je ook nog aanvullen, dus als er toevallig iemand staat waarvan je de naam kent, dan zou ik zeggen, even kijken hoor. Nou, deze laat toch wel iets zien. Veel strikken bij de meisjes, hoog opgetrokken kniekousen bij de jongens, spencertjes, als je deze weer terugpakt, spencertjes, kuifjes. Ja. Het geeft een heel mooi tijdsbeeld. Wat zei je hier? Stropdasjes. Stropdasjes, ja. Aangekleed, hè? De foto. Nou, waar hopen we op? We hopen natuurlijk dat die hele tafel gesprekken oplevert. Gesprekken en mensen onder elkaar die praten over het verleden. En zo het verleden laten leven en dingen toevoegen. En we hopen natuurlijk ook dat jullie het museum een keer komen bezoeken. De Rabobank Amersfoort bedanken. We zijn er erg blij mee. En ik hoop dat u gezien hebt dat we er volop meer aan het werk zijn. En die tafel zal echt tot leven komen. Daar hebben we de bijdrage van iedereen hier in Oosterhout bij nodig. Maar ik weet zeker dat dat ook in Oosterhout gaat gebeuren, de stad kennende. Dank in elk geval voor uw komst en nog een fijne avond. Oké, bedankt. We hebben nog iets te drinken hierna om nog even gezellig met elkaar te praten en zeker ook nog even gebruik te maken van onze tafel. Dus stel ook je vragen, kom gerust dichterbij. Wij maken even een rondje. Deze, goed om maar te laten zien, die gaan we heel erg goed bewaren. Maar een oud-wielrenster, ik weet niet of die Katie... Van Oosterhagen. Dit is een beetje eigenlijk zo'n beetje. Ik vind het wel leuk. Ja, en het is wel zo, de foto's van het regionaal archief, die moeten ons echt... Nou, laten we eens even kijken naar het autobedrijf dan. Kijk daar eens even in. De Waal-Oostraat. Hij speelt graag met autootjes. Wisselaar. Leuk. Wisselaar. Als het er nieuw is, zit het er niet in. Maar kijk maar... Maar dit zijn allemaal plaatsen. Nee. Het is een straatnaam. Nee, het is te veel. Tilburg heeft de overhand. Met die oude broers. Dus ze ligt beneden in de koopstad. Ja? Ja. Oh, okay. Bij de broers. Ja, dus er moet toch veel meer gevuld worden. Voor die kijk maar nou. Maar jij moet verder doen. Maar wel, moet ik zeggen, middelbaar. Meer weten. Oh ja. En die functie van die broeders niet vergeten. Ja. Kijk, wij krijgen de omschrijving. Ja. Ja. Wist u dat Broeder Boudewijn dat heeft? Broeder Boudewijn? Ja. Ja, die ken ik niet. Dat is een meisje. Oké. Ja, nee, maar die heeft heel veel Oosterhout. En die zijn niet zo lang. Dat is de laatste broeder die weggegaan is hier aan de Huis Limburgstraat. Die is toen naar Breda verhuisd. En die zit nu in Huibergen nog. En ik heb er nog regelmatig contact mee. En er zijn nog Oosterhouders die bij hem één keer per jaar op bezoek gaan in Huibergen. Maar dat is de grondlegger geweest van. Ze was de directeur van de Piersteenschool. Ja. Als alles wat over Piersteenschool in zou zitten, daar moet hij zonder meer bij staan. Even kijken, wie is daar? Ja. Dus, ja. Plek
echt de comedie, hè? Is er op school ook te kijken, op naam van de school? Ja, maar dan moet ik kijken. Het zijn allemaal 28 foto's, hè? Sorteren, zo kan ik sorteren. Oh, dus ze moeten gewoon in jaren kijken. Je kan niet op in de school. Hij staat nu op, ja, maar hij moet ook op school. Maar Schapen Dries, nou, Schapen Dries. Dat is wel leuk, hè? Dit is het voordeel, als je de naam ernaast hebt, dan hoef je niet meer weten wat ze doen. Nee. Dan kun je wat doen, maar dan kun je ze gelijk zien. Dat is het voordeel. Ja. Maar, dat zie je ook. Ja. Maar als ik misschien een aanvulling mag geven. Jawel. Ja, kijk, wat jij zegt, dat is hartstikke waar. Ja. Maar kijk, dan hier heb je enkel dus wat meer weten, ja. Die enkel dus naam. Ja, dat is waar. En daar krijg je meer informatie over. Ja, kleuterschool, dat is maar gedeeltelijk waar. Ja, maar ook zeker op zo'n wezen. Als je even achter zet, dan moet je altijd terug en vooruit. Ja, want op school mag je niet selecteren. Nee, op school. Nee, dat zou misschien wel kunnen, hoor. Nee, maar goed. Je zou wel op school kunnen selecteren, maar dan moet je het anders inbrengen. Op school? Nu zijn ze op jaartal. Ja, als je die linker aan hangt, dan... Het is maar net hoe je het inbrengt. Ja. Maar de computer kan. Oké, hier staan ook de namen, maar... Ja. Okay. Dus hebben zo, bij heel veel zullen de namen staan, maar bij anders staat er ook bij wat, ja. Wat anders dan... Nou ja, kijk... 20 jaar geleden kon er maar 7 tekens in brengen. Ja. En dan kun je duizenden in het verschil. Ja, wie weet wat hij zei over een aantal jaar. Kan het misschien wel met een scannertje of zo. Ja, dus ja, dat is een heel mooi. Er zijn enkel scholen van Oostra. Ja, dat is speciaal. Ja, volgens mij is zo. Nee, maar dan ook... Nee, dat het ook gelinkt was aan het hele archief van Tilburg. Ja. Ja, maar dat zijn... Tilburg staat ook een schoon op hebben zitten, hè? Ja, maar dit is puur Oostra. Ja, dit thema is van Oostra. Ja. Nee, maar Tilburg heeft natuurlijk ook schoon op zitten van Oostra. Ja, natuurlijk wel. Nee, maar... Ja, dus het kan zijn dat je eenzelfde foto vindt van niet helemaal dezelfde. Deze zijn natuurlijk ook net weer af. Ja, maar als ze komen, dan natuurlijk wel een recht van neem kunnen van Oostraat, hè? Dat komt bij een ambtenaar. Ja, precies. Maar we zijn hetzelfde erin zit uiteindelijk, hoor. Dat, Hoe staat er nog wat? Dat is voor jullie. Ik weet niet welke dat zijn. Ja, juffrouw Ome, die kennen we natuurlijk wel. Ja, 1922. Ho, ho! Wat is dit? Een huis met van zijn paus. Ja, dat is niks. Dit is in Tilburg. Dat is niet mooi. Maar verder, ken ik ze eigenlijk. Ja, maar is het een. Ik ken ook een volwassenenopleiding of zo? Kijk, wat kennen we hiervan? Hierzo? Ik kan het ook slechter. Hola. Dat zijn de jongens. Oh, wacht even hier. Dat zijn de meisjes. Even kijken. Dat is van 1906. Van grote. Welke? 49. Oh, dat is van... Nee, dat zijn, wij zijn toen van 43. Toen waren wij 6 jaar. Nee, dat is een oudere groep, hè? Nee, als tos of... Ja, ken je de dingen? De zus van de nonnen? Nee, die zussen ken ik ook. Die nonnen ken ik ook niet. Nou, we kennen hier wel een school, dat is. Maar deze naam hebben we op de Hoofdstraat. Oh, van de Hoofdstraat, ja, daar zaten wij niet. We zaten aan de Vuurhaai. Ja, dat is zo. Ja. Van de winst betalen ze dat dingen, want dan hoeven ze geen belasting over te zetten. De aardappels. Cola. Utrecht. Zoals het was, vroeger was.